Ik hoop dat door onze voorstelling de stad Breda weer iets terugkrijgt van die rijke geschiedenis. Het speelt in het voormalige hoofdkantoor van de voormalige Drie Hoefijzersbrouwerij in Breda. En dat is een iconisch bedrijf, dat is een groot familiebedrijf dat al eeuwenlang midden in de stad Breda geworteld zat. Is het een soort van rondleiding die je krijgt van de historie of is het meer ook fictie? Wij noemen het een mix van journalistiek en theatrale uitingsvormen. En wat het publiek ondergaat, het publiek maakt een wandeling, net als door een museum bijna. En er wordt een soort theatrale audiotour. Dus terwijl het publiek luistert naar wat er verteld wordt en geluiden die je hoort, dan zie je spelers die dat geluidsbeeld ondersteunen. Als het publiek beneden binnenkomt, dan horen zij het Breda's mannenkoor. En het Breda's mannenkoor die staat hier achter mij dan opgesteld rondom die balustrade. Dus die mensen staan onder de kroonluchter beneden en dan horen ze dat Breda's mannenkoor, een koor dat ook weer zijn oorsprong heeft in deze brouwerij. Ja, zeker. Het Breda's mannenkoor is opgericht in 1865 door de familie Smit van Waarsbergen, die de brouwerij heeft opgericht. Het gebouw zelf als regisseur, ja, dit is toch volgens mij indrukwekkend. Ja, ja, dit is echt, voor mij als regisseur, dit is echt een... Ik zeg wel eens 80% van de voorstelling heb ik al door dit gebouw. Het vertelt zo ontzettend veel. De sfeer van dit gebouw maakt voor zo'n groot deel de voorstelling. Dus dat voor mij als regisseur is dat echt smullen. Ik denk dat de stad Breda echt, zeker rond de sluiting in 2004, dat Breda gerouwd heeft om het verdwijnen van zijn of haar biermerk. Maar dit staat er nog? Het gebouw staat er nog, ja. Schale troost, zeg maar. En jullie verhalen? En ik denk, ik hoop dat door onze voorstelling de stad Breda weer iets terugkrijgt van die rijke geschiedenis. Als mensen nou die voorstelling hebben gezien, wat gaat er dan beklijven? Wat blijft er hangen? Een inkijkje in een brouwersdynastie. Een familie die eeuwenlang de brouwerij had. Een familiebedrijf. Die banden had met de stad, met Breda. Om de stad ook weer aan zich te binden. Om mensen aan zich te binden. En dat die band nog heel lang voelbaar is geweest. Voor oud-medewerkers, ook zelfs nog lang nadat het een familiebedrijf was. Dus zelfs na alle overnames was die band nog steeds voelbaar.